Back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world. Dat zei miljardair Jared Isaacman toen hij als eerste burger ooit aan zijn ruimtewandeling begon. Misschien net niet zo iconisch als... It's one small step for man. Maar toch, Isaacman is de geldschieter en de commandant van de Polaris Dawn-missie van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. De missie vertrok dinsdag van op Cape Canaveral en woensdag werd de maximale hoogte van 1400 kilometer bereikt. Het was al van de laatste maanvlucht in 1972 geleden dat de bemande ruimtemissie zo ver weg van de aarde reisde. Twee van de vier inzittenden, Isaacman en SpaceX-medewerker Sarah Gillis, mochten als eerste niet-professionele astronauten ooit een ruimtewandeling maken. Die wandeling zou de meest risicovolle operatie van de hele missie worden, want ze droegen gloednieuwe ruimtepakken die nog nooit getest waren in de ruimte. Op een hoogte van zo'n 730 kilometer opende Isaacman kort voor 13 uur het luik van het Crew Dragon ruimteschip. Na eerst even te genieten van het uitzicht, voerde hij nadien verschillende bewegingen uit om de pakken te testen. Na Isaacman was het de beurt aan Gillis. Zij mocht naar buiten op ongeveer 600 kilometer hoogte. Allebei mochten ze voor iets meer dan 10 minuten naar buiten, terwijl ze bleven vasthangen aan het ruimteschip. Beide wandelingen verliepen zonder problemen. Het ruimteschip en de bemanning wordt maandag terug op aarde verwacht.